Vandaag wil ik deze computer gaan upgraden. Dit is een AMD 2700X systeem die ik een aantal jaren geleden gebouwd heb voor iemand. En nu ga ik deze processor erin stoppen. Dit is een leuke processor. Een 5800X 3D. Dat is een hele leuke processor. Die een aantal voordelen heeft dan de oude processoren. Het is het laatste upgrade voor het AM4 platform. Wat deze onderbord is. Een X47 Pro van Asus. En dan heeft hij als voordeel, wat ook op de doos staat. Dan ondersteunt hij ook PCIe 4. En dat is heel leuk, want dan kan je een veel dikkere SSD erop douwen. En je kan er ook sneller geheugen monteren. En mijn ervaring leert dat AMD's best wel goed gaan draaien als je er sneller geheugen op zet. Nou, het enige nadeel van deze processor is, je kan hem niet overklokken. Tenminste, niet echt. En hij heeft ook geen onboard videokaart. Dus je moet altijd de videokaart gebruiken. Een losse videokaart. Hè. Deze heb ik dan erin zitten. Nou, wat heb je eigenlijk nodig? Nou ja. Schroevendraaiers om de CPU-koeler los te kunnen halen. Koelpasta, antistatische band. Een stukje wc-papier. Om een oude pasta te kunnen verwijderen. Zorg dat je vinger niet aan je vingers krijgt. Meer heb je niet nodig. Voordat je gaat beginnen, haal je eerst de knop om op de achterkant van de voeding. Dan druk je hem één keer aan, zodat alle eventuele stroom in de rest van de condensatoren leeg is. Zodat hij volslagen spanningsloos is. Want je kan niet hebben in je processorkern, als er nog stroom in de condensatoren zit, als je iets doet. Dan zou die wel eens kapot kunnen gaan en dat is niet zo'n goed idee. Dus koppel eerst alles, tenminste... Eerst die knop om, dan één keer aandrukken tot hij spanningloos is. En verwijder dan alle kabels aan de achterkant. En dan gaat de glazen plaat gaat er dan af. Dan demonteren we de CPU-koeler en de videokaart haal ik er even uit. Zodat ik moet ook niet iets anders doen. Dan kan ik dan ook wat beter bij. Gaan we eens even kijken of dat lukt zo. Eigenlijk is die niet zo heel erg moeilijk, hè? Dat je de processor hebt losgemaakt, de oude processor een beetje schoonmaken. En met die hendel hier haal je hem over, trek je hem de rechtstandig uit. Goed kijken hoe die moet. Hij kan er maar op één manier in. Kijk uit dat je de pinnetjes niet verbuigt. En één hoekje is anders dan die andere hoekjes. Je kan gewoon kijken hoe hij eruit zat. En als je gewoon kijkt naar de richting van de letters, kun je ook aardig zien hoe die moet ongeveer. Nou, dan moet ik alleen maar een beetje pasta erop doen. De koelerbodem heb ik al heel goed schoongemaakt. En dan is de boel weer omgedraaid in elkaar zitten. Wat wel even heel belangrijk is, voordat je gaat beginnen met het loshalen van dit, kijk of je de allerlaatste BIOS erop hebt staan en of jouw processor geondersteund wordt door die BIOS en jouw moederbord. En eigenlijk moet je dat al doen voordat je überhaupt een nieuwe processor koopt. Het is een beetje akelig als je natuurlijk de boel aan elkaar had besteld hebt en vervolgens kom je erachter dat het dan niet helemaal gaat werken of dat je eerst nog had moeten BIOSen. Dus eerst kijken welke BIOS heb je, welke BIOS heb jij nodig voor de nieuwe processor. Staat die op de supportlist? Nou, op het moment dat dat allemaal klopt en je BIOS is in orde gebracht en je hebt het gecontroleerd, ja, dan kun je dat rustig bestellen en dan kun je gaan kijken of je het voor elkaar krijgt. Eigenlijk is het niet zo heel erg moeilijk. Dus in principe zo, dan vragen mensen ook van, ja, maar wat doet Windows dan? Nou, in principe, het is niet meer zoals onder Windows XP. Die als je daar een totaal afwijkende structuur gebruikt, dat hij dan herinstallatie nodig had. Of een deel van de hardware niet aansprookt. Dat is vanaf Windows 7 belangrijk beter geworden. In principe, omdat deze hetzelfde aantal cores heeft, 8 plus aantal hypercores, zal het niet zo heel veel uitmaken. Eén van de grote verschillen zijn natuurlijk de optimalisaties in de processor. En deze processor heeft veel meer L3 geheugen op de CPU zitten. En natuurlijk de architectuur is een beetje aangepast, maar de voet is hetzelfde. Dus ik verwacht eigenlijk geen hele grote problemen eigenlijk. Goed, nou dan gaan we de boel weer in elkaar zetten en dan gaan we kijken of hij start. Nou, alles begint te shinen en te knipperen. En we zien dat hij geaccepteerd wordt. We zien de versie van de BIOS. We zien dat we daar de 5800X3D hebben, 8 cores, 3400 hertz, 16 giga geheugen, DDR4, nou, dat ziet er vrij normaal uit.
alles klinkt en doet zoals ik eigenlijk wel gewend ben. Goed, we gaan even kijken hoe Windows erover denkt. Goed, Windows up and running, die ziet hem gewoon. Alle 8 cores zijn zichtbaar. Logische processors zijn zichtbaar. En hier kun je ook zien de verschillende cachegeheugens L1, 2 en 3. Je ziet ook dat wij spreken deze L3 significant vergroter is. Dan heb ik hem op basisstok overclock gezet. Zo standaard als wat. En dan zie ik dat hij op 3,6 loopt in plaats van 3,4. Nou ga ik deze computer niet vet overklokken. Want als ik dat zou willen, had ik wel een hele andere soort processor gekocht. Maar goed, ik vind het toch altijd wel leuk als hij heel klein beetje harder loopt dan die stand zou moeten doen. En nu ga ik ook kijken bij de schijf. Of ik hier wat kan zien. Nee, hier zie ik geen fluit. Nee, ik had gehoopt dat ik misschien een andere bussnelheid zou kunnen zien. Ik kan even hier even kijken. Hier wat ziet. Ik denk het niet hoor. Nee. Hier staat helemaal niks. Nou goed, ik zal wel even Samsung Magic installeren. Daar kan je het wel gegarandeerd in zien. Kijken wat hij dan doet. Ik zal even wat benchmarks gaan draaien. En dan gaan we even kijken wat hij verder doet. Nou, we hebben even een benchmarkje gedraaid met de Magician. Je ziet eigenlijk wel dat hij draait wat hij zou moeten draaien, tenminste volgens Samsung zelf. Dus in principe haalt hij wel de snelheden die hij zou moeten halen. Ik kreeg helaas niet te zien wat voor bus hij heeft, wel welke hij gebruikt. Dus wij spreken de SSD die er nou in zit, is een PC3 4 keer. Dat hij nou ook 4 zou moeten aanbieden, dat ziet hij nog niet. Maar hij heeft een computer te maken met die SSD. Ik heb er al wel eentje besteld, die is onderweg. Ik denk dat ik die er even in ga zetten als hij binnen is. En dan gaan we die even benchmarken. Kijken of hij dan doet, want die zou dan ongeveer rond de 7000 moeten halen. Dat is natuurlijk wel een behoorlijke stijging ten over dit. Nou, de temperaturen zijn wel mooi laag, zoals je ziet. Nog even een andere benchmark gedraaid. Even zien, dat is deze. Nou. We zijn van 88% zijn we naar 102 gegaan. En dan heb ik eigenlijk niet eens alles eruit gehaald wat erin zit. Nou zou ik kunnen kijken of dat mogelijk is. Heb ik niet gedaan. Ik ga eens kijken wat er mogelijk is. Maar ik zie dat alle andere dingen wel iets omhoog zijn gegaan. Volgens hem zou de videokaart een beetje achterblijven. Ja goed, het is ook niet de allernieuwste videokaart. Hè. De videokaart is een 1060. Een gewoon standaard model. Omdat de computer eigenlijk ja, niet echt voor zware games werd gebruikt in het verleden toen ik hem nieuw had gebouwd. Dan met deze kaart. En toen kwam natuurlijk die gekte van die belachelijke prijzen die nu iets beginnen te dalen. Maar voorlopig vind ik de kaarten nog te duur. En doen we het nog heel even met deze kaart. En dan kijken we wel of we een, in 3070 voor een leuk prijsje kunnen krijgen. Maar voorlopig nog even niet. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken naar dit filmpje over een upgrade. Naar de 58X3T. Vanaf een 2700X. Bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen tot de volgende keer maar weer.